Op 31 mei zal dit het zenuwcentrum zijn van de Rabobank Hockey World Cup. De 12 beste landen zullen strijden voor die felbegeerde wereldtitel. En dus, we gaan warm lopen. Vandaag in Warmlopen gaan we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. En moet je dan in het stokje pak? Ja? Ook heb ik een goed gesprek met Jeroen Hertzberger. Als je als aanvaller niet scoort, dan hebben we toch wel een probleem. Wat een knapperd. En de club van deze week is HGC in Wassenaar. Waar onder andere outkeeper Guus Vogels zijn roots heeft liggen. Hier was het boertje uit het Westland. En in het Westland was ik het kakkertje uit Wassenaar. En daar zat ik een beetje tussenin. Nu wordt er wel eens beweerd dat hockey een kaksport is. Onder andere omdat het duur zou zijn. De contributie voor een hockeyclub bedraagt in onze regio ongeveer 300 euro per jaar. Daar komt dan nog wel vaak inschrijfgeld bij. Maar aan de andere kant krijg je ook weer korting als je bijvoorbeeld met het hele gezin gaat. En dan moet ik natuurlijk ook nog een uitrusting hebben. Want op deze schoenen ga ik niet heel ver komen. En wie kan mij dat beter vertellen dan een echte heuse oud international? Maarten van Grimbergen werd 8 keer Nederlands kampioen. Als aanvaller kwam hij 145 keer uit voor Oranje. Hij maakte in totaal 36 doelpunten voor Nederland en behaalde 3 gouden medailles. Niet slecht. Zo, goedemiddag. Goedemiddag. Ik word al opgewacht door een echte professional. Ja, klopt. Nou, u zag het natuurlijk al meteen aan mij. We willen natuurlijk weten, wat heb je allemaal nodig? Ja. Als je wil gaan hockeyen. Natuurlijk een hockeystick. Die had ik zelf bedacht al. Die had je al bedacht. Ja, zover was ik gekomen. Ja. Hockeysticks zijn tegenwoordig niet meer van hout, maar van kunststof. En ze worden allemaal in India gemaakt. De prijzen verschillen per lengte. Zo zijn er kleine sticks van ongeveer 20 euro, maar ook sticks van 300 euro. En ik heb natuurlijk ook schoenen nodig. Tegenwoordig speelt iedereen op alle hockeys op kunstgras. Ja. Kleine nopjes, iets groter nopje. Ik zou graag roze willen vermijden. Kan dat? Kan. Ja. Kan, hè? Nou ja, je ziet, lichtblauw. En als we nou toch bezig zijn met het WK, zoveel mogelijk oranje. En wat we dan nog nodig hebben, zijn schemerschermers. Ze zijn wat harder dan voor het voetballen. En natuurlijk een hockeybal, een hockeystick er tegenaan hebben, dan heb je wel goede bescherming nodig. Dus in mijn tijd speelden we zonder schemerschermers. Maar vroeger was ook alles beter, hè? Ja, nee, dat zei je niet. Nee. In zijn tijd hadden ze ook geen bitjes, maar dat is tegenwoordig wel anders. Met smaakjes zelfs. Bubblegum, lemon, zat er orange, mint. De prijs van een bitje varieert tussen de 4 en 27 euro. Nou, doe mij maar een setje, Maarten. Maarten, jij geeft alles aan, hè? Niet het rokje vergeten, hè? Mijn hockeytenue kost 100 euro. Dat is gemiddeld. Ik ga voor de duurste scheenbeschermers, 35 euro. De stick, 100 euro. Schoenen, ja, blijf een vrouw, hè, 120 euro. En mijn bitje, 20 euro. Maarten? Ja? Ik vind ze nogal geel. Ja, heb je ook oranje? Past goed bij het oranje, dat geel. Conclusie, een hockeyoutfit kost tussen de 2 en 400 euro. Ja. Nou, dan zijn we helemaal klaar voor Max Caldas. Bijna. Hij komt eraan. We zijn bijna klaar, want er is nog één ding. Dat moet nog even gebeuren. Ik moet nog leren hockeyen. De eerste wedstrijd van het WK Hockey wordt gespeeld op zaterdag 31 mei om 10:30. Australië neemt het dan op tegen Maleisië. In totaal worden er 76 wedstrijden gespeeld. Als je al deze wedstrijden bij elkaar optelt, levert dat zonder verlengingen of shootouts 5.320 minuten aan hockey op. Tijdens het WK Hockey zullen 8 clubs in de regio als host fungeren. Dat wil zeggen dat zij hun velden beschikbaar stellen voor de deelnemende landen om op te trainen. Elke week bezoeken wij een van die clubs. Hoe bereiden zij zich voor op het WK en de komst van hun gasten? Vandaag zijn we te gast in Wassenaar, bij HGC. Een van de grootste clubs van de regio. Dat niet alleen, de heren spelen ook nog eens als een van de weinige tophoofdklassen. Veel talent heeft hier gespeeld. Fatima Moreira de Melo, de gebroeders Delissen. Dus dat belooft wat. HGC, hop hop hop, zet de wereld op zijn kop. Hey!
HGC is opgericht in 1906 en betekent HOC Gazelle Combinatie. Wat begon als een klein clubje telt nu al 1300 leden, waaronder international Floris van der Linden. Netjes wil! Nou kom op HGC! Eigenlijk bent u gewoon een HGC-hooligan. Ja. Ja. En als je bij HGC langs de lijn staat, moet je niet raar opkijken als je ineens naast de koning of de koningin staat. Want de prinsesjes Amalia en Alexia hockeyen hier. Amalia is keeper. Ja, we hebben er een keer tegen haar gespeeld. En kan ze het een beetje? Ja, een beetje, ja. Wel, okay. Niet. Ze heeft nog wel wat te leren. Ja, ja. Zie je dan soms van die beveiligers er omheen staan en dan zitten ze met elkaar te praten. Dat ziet er wel heel grappig uit. Dan zitten ze ook, ja, ze is nu die kant en het ziet er wel heel grappig uit. Draaien koningin Maxima en koning Willem-Alexander hier ook af en toe bardiensten? Dat is wel eens gebeurd, ja. Serieus? Ja. Ik ben natuurlijk ook benieuwd of er naast hockey nog meer vertier is. Zijn hier ook goede feesten? Ja, ja. Altijd een feestje. Zit hier ook een beetje leuke jongens op de club? Nee, niet echt. Wat teleurstellend. Ja, ik zit er wel mee voor. Leuke jongens hoor. Oké, nou. Pak ze, zou ik zeggen. Nou dames, misschien brengen jullie gastlanden nog wat leuke jongens mee. Tijdens het WK trainen hier namelijk Engeland en Nieuw-Zeeland. Kijk, ze zijn er al helemaal klaar voor het WK. Wat maakt HGC nou anders dan elke andere club? We zijn de beste. Deze club ademt ambitie. In de hoofdklasse werden de heren in de jaren 90 twee keer Nederlands kampioen en de vrouwen 8 keer. Nou ja, we hebben hier heel veel, zoals je ziet, allemaal shirts van HGC'ers die vroeger heel goed waren in Nederlands elftal en zo. Straks ontmoet ik zo iemand, de keeper der keepers, Guus Vogels. Had je hem niet even kunnen wassen, Guus? Maar nu eerst naar de voorbereidingen van Den Haag op het WK. Op 31 mei zal Den Haag 2 weken lang helemaal in het teken van het WK hockey staan. In totaal 432 spelers zullen meedoen aan dit toernooi, maar ook 34 scheidsrechters en 61 andere officials zijn betrokken. En dat alles wordt in goede banen geleid door 500 vrijwilligers per dag. Maar niet iedereen is geschikt voor het vrijwilligerschap. En daarom heeft de Hockeybond een speeddate-middag georganiseerd. Een wat? We verwachten ongeveer 400 mensen vandaag. Zo te zien komen de meeste vrijwilligers niet met het openbaar vervoer. Zo. Bij zo'n groot evenement als dit zijn er een hoop verschillende functies te vervullen. Nou, volgens mij heb ik accreditatie. Dus ik neem aan dat ik mensen moet ontvangen. Ik ga met informatiebehaling zoals dat hierop staat. ICT. Nou, zoals mijn plaatjes echt supposed zijn tijdens het WK. Dus dat zal wel goed komen. In totaal zijn er 67 verschillende functies. Van accreditatie tot hospitality, tot hotels, supposed in het stadion. En Stokkie, de mascotte van het WK hockey, want ook hier gaat een vrijwilliger in. En moet je dan in het Stokkiepak? Ja? Oh god, dat is wel heel heet, hè? Ja, dat kan best heel warm worden daarbinnen. Straks zien we of iedereen even geschikt is voor zijn functie. Eerst terug naar Wassenaar, bij HGC, een van de meest succesvolle clubs van onze regio. En ik heb de eer om met de keeper der keepers te mogen spreken. Volgens mij hebben wij een afspraak met elkaar. Hoi. Ja. Hoi. Dit is de enige echte Guus Vogels. Maar misschien herken je hem eerder in deze outfit. Vogels heeft 263 interlands voor Oranje gekiept en won tientallen prijzen. Hij begon bij HV Westland, maar speelde 17 jaar lang bij HGC. Even generaliseren hoor, de boer die naar de kakkers gaat. Hoe heb je dat opgelost? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk altijd inderdaad, hier was het boertje uit het Westland. En in het Westland was ik het kakkertje uit Wassenaar en daar zat ik een beetje tussenin. Wat ben je nu? Hoe gaat het met je? Nou, ik denk dat ik er nog steeds een beetje tussenin me blijf hangen. Vogels nam 4 jaar geleden afscheid van hockey, maar is nog vaak te vinden hier bij zijn favoriete clubpie. Nou, hier eigenlijk waar we nu staan. Dat is de beruchte dijk. Hier staat altijd ons thuispubliek van Heren 1 te kijken. Hè? Dus een beetje de fanatieke... De hooligans. Ja, nou ja, dat mag je eigenlijk niet zo noemen. Waarom niet? Nou, het blijft toch hockey, hè? Oh ja. Hey, joehoe, AGC. Hey, dat is lekker. Goed zo.
HGC! Oeh! HGC! Hooligans! Jij was echt de beste keeper van de wereld, mogen we wel zeggen. Je kon overal spelen, maar je koos voor HGC. Waarom? Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het ambitieniveau. Hè? Maar de gezelligheid, zonder gezelligheid houdt het ook niet vol. Ik ga naar binnen, ik heb het koud, het regent. Ik knap er niet van op. Ik vind het een beetje een rare kapstok zo. Ja, hè? Nee, het is een beetje de coryfeeën van de club hangen hier daar. Hang jij er ook tussen? Ja, ik hang helemaal aan het einde, de keeperstrui daar. Had je hem niet even kunnen wassen, Guus? Nou ja, dat is natuurlijk... dat is toch het mooie eraan, dat hij vers van het veld, ja. Dus ik had me niet hoeven douchen vanochtend. Nou, jij wel, maar als je mijn keeperstas vroeger opendeed, dan... Dat ruikt niet vrij, hè? Nee, dat was geen pretje, absoluut niet. In de kantine van HGC is het elk weekend volle bak. En na een flink potje hockey hebben de meesten dan ook wel flinke trek. Maar wat hebben ze hier zo al? Teamschaal! Kijk eens. Dit is de teamschaal? Wat is de specialiteit van het huis? Tosti, hè? Twee tosti's! Nou, dan is het toch echt broodje kroket, standaard en broodje gezond. Echt gezond is een broodje gezond ook weer niet, hè Jeffrey? Maar als de mensen denken dat het gezond is, dan is het gezond. Dat is het belangrijkste. Pierre denkt daar natuurlijk heel anders over. Want Pierre, dat is een hele bijzondere kok. Die houdt van heel gezond eten. En dat gaat hij dus nu doen. Drop it. Deze week geen chocoladeshake of bananenshake, maar de Venkel milkshake. Het magische ingrediënt Venkel. Smaak naar drop. Oh, wat hebben we nodig? Altijd de peper en de zout, melk, honing, ijs. Voor de garnering hebben we de aardbeien en een schoteltje met grenadinesiroop en suiker. Oh ja, en een prikka. Maar je begint eigenlijk gewoon met glas even een leuk randje maken. Dan in de suiker. Kijk. Dan gaan we een aardbeienprikker doen. In een ander seizoen gebruiken we natuurlijk ander fruit. De voorbereiding is klaar en we gaan nu de shake zelf maken. Wat je doet is gewoon melk, venkel bij, dat laat je 20 minuten staan. Dan laat je het koud worden en dan kan je het gewoon gebruiken. Ik heb maar een beetje nodig, de rest is voor de volgende bestelling. Het venkelmelkje met vanilleijs. Ik moet natuurlijk reëel zijn, dit is vanilleijs. En overal waar suiker in zit, is natuurlijk een stuk ongezonder. Maar het kan ook gewoon met normaal ijsblokjes. In de mixer. En klaar. Oh la la. Oh. De venkel. Hier win je mee. Ging dat nou iets te snel? Lees het recept dan nog even na op onze site. Nederland is goed in hockey. We werden al 9 keer wereldkampioen. De heren 3 keer en de dames 6 keer. Maar wat weten we nou eigenlijk van onze helden? Elke week stel ik er één aan je voor. Vandaag is dat de spits van Oranje, Jeroen Hertzberger. Jeroen komt sinds 2007 uit voor het Nederlands hockeyteam. Hij speelt momenteel voor HC Rotterdam. Ooit begon hij als voetballertje bij Austria Wien, de grootste voetbalclub in Oostenrijk. Maar hij vond de trainers te streng en ging hockeyen. De Nederlandse mannen starten dit WK in Pool B, waar ze als eerste tegen het ijzersterke Argentinië moeten. Nou, zitten jullie in een pool waarvan wij wel denken, nou, je moet die halve finale zeker wel kunnen halen. Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, diezelfde pool heb ik ook gezien. je hebt helemaal gelijk. Daar moeten wij doorheen komen. Als dat niet lukt, dan denk ik dat we met de staart tussen de benen naar huis gaan. Nou gaan jullie natuurlijk met die wereldcup er vandoor. Dat is dan afgerond. Maar jij bent ook nog met allerlei andere dingen bezig. Hè? Je hebt een hele eigen, wat was het, thermolijn? Ja, klopt. Ik heb een eigen bedrijf in onderkleding en in thermokleding. En dat gaat zo meteen op een iets lager pitje. Ik ga straks volledig tunnelvisie op het WK. En dan pak ik het daarna weer op. Dat is het mooie van een eigen bedrijf hebben. Ja, want jij wilde vroeger miljonair worden. Hoe is het daarmee? Waar haal je dat vandaan? Ja, de oude Tina's en zo. Heb je me gegoogeld? Ja, tuurlijk. Posterboy, hè, ben jij? Ja, op een of andere manier ben ik populair bij de meisjes. Maar ik weet niet waar het door komt. Misschien,
Maak je daar wel eens misbruik van? Nee, want ik heb gewoon een vriendin. Vroeger wel gedaan trouwens. Toen, ja, dat ontken ik niet. Nee, ik vind het hartstikke leuk om als meiden gillend om een handtekening vragen. Ik heb gisteren nog een stick weggegeven aan een meisje en die begon bijna te huilen. Dus dat is helemaal waanzinnig, toch? Eerst nog even die cup naar binnen tikken, Jeroen. Ja, dat gaat helemaal. Hertz, zoals ze je noemen in het veld. Nou, zullen we het bij Jeroen laten. Eerst maar even die cup halen en dan, dan zien we wel verder. Dank je wel. Hockeyballen zijn keihard en daarom mag de bal alleen door de lucht worden gespeeld als er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Dit houdt in dat er minstens 5 meter moet zijn tussen degene die de bal door de lucht speelt en de andere spelers. En als die afstand minder is, krijgt de speler een overtreding voor gevaarlijk spel. Hartstikke leuk, het tenue van HGC. We hebben eerst nog geprobeerd of een supermodel het kon show, maar die was aan het werk, dus ik doe het maar weer. En ik ga ook weer les krijgen. Ze vinden het leuk om elke keer een tandje omhoog te gaan. Dus nu krijg ik les samen met de meisjes van B1. Wish me luck. Did they already tell you that I am the hopeless one? Yeah, they already said. Okay. Je paas die je pusht hem naar Florin. Ja. En dan die pusht hem daar en je loopt achter je bal aan en dan uiteindelijk ga je naar elke positie. Klinkt heel simpel. Ja. Ja. Nu achteraan lopen. Oh. 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 En nu ga ik daarheen, hè? Ho, ho. Help. Ik vind het heel intimiderend dit. Is dit echt iets voor beginners? Hele ja, domme, wel, ja, kansloze wel. Beginners zoals ik. Ja, ja. Hoe vaak trainen jullie samen? Drie keer per week. En een wedstrijd nog erbij. Kijk aan. Oh ja, dat is niet zo gek dat ik dan niet in één keer mee kan komen, nee, toch? Nee, maar hartstikke goed. Ja? Ja? Ik vind jou ook leuk. Bijna. Ja. Nou. Die moet je kunnen hebben. Tuurlijk. Your hands at the top of the stick. Ja. Yeah. Okay, and you're looking to kind of take the stick off the ball. Yeah. Perfect. Okay. So did you say perfect? Yeah, kind of. Can you repeat that for me? So you're from England, and the English team is going to play here. Do you know them? Yeah, I know them really well. I've been playing for England for about 8 years. For who are you going to yell and scream? For who? England or Holland? Always England. Always. Okay. So that's it. We zijn klaar met dit interview. Het is niks persoonlijks hoor. Niet zo. England. We gaan naar de bar of zo. Weet ik veel. Gezellig. Toch? Kom maar. Jij bent mijn bestie. Ja. Hè? Zussen. Terug naar het Kyocera Stadion. Hier wordt nog niet gehockeyd, maar wel druk gepraat. De eerste 500 vrijwilligers hebben zich aangemeld voor het WK. En ze zijn super enthousiast. Het leek me een geweldige kans om zo'n groot toernooi mee te maken. Ik heb er gewoon vrij voor en ik neem er gewoon vrij voor. Nou, het lijkt me gewoon een hartstikke leuk evenement. De Hockeybond heeft per dag 500 vrijwilligers nodig. Tot nu toe hebben ruim 700 mensen zich opgegeven. Het gaat lekker, maar het is natuurlijk nog niet genoeg. Welke krant je straks ook gaat openslaan, overal zal je zien vrijwilligers gezocht voor de week open. En de vraag is ook, zijn ze geschikt? Ik heb wel een paar dat je dacht, twijfel eventjes van, hey, wat is je beweegreden dat je hier zit. Maar over het algemeen is het wel een hele positieve groep en een heel positief gevoel erbij. Ja, absoluut. Dat is aan hun om te bepalen of ik geschikt ben. Ik ga ervan uit en als zij vinden van niet, dan ga ik dat heel eerlijk horen. Wanneer hoort u het, of u geschikt bent? Nou, zo snel mogelijk hoor. Nee, maar het komt wel goed hopelijk. Dat hopen wij ook. We wensen in ieder geval alle vrijwilligers alvast een fantastisch WK toe. Jongens. Sorry man, jeetje jongens. Ik voel me eerder gehandicapt dan dat ik me veilig voel. Nou goed, het favoriete minuutje van mijn TV West collega's is aangebroken. Ik mag weer een minuut volkomen voor gek staan, want ik kan er natuurlijk nog steeds geen ene zak van. D3 gaat me nu inmaken. Maar op een of andere manier voelt het nu toch net iets beter, omdat ook Amalia in het doel staat. Nou, als een lammetje naar de slagbank. Wees een beetje vriendelijk tegen mij. Laat me één keer stoppen. Nee. Nee? Ja, ik heb wel een helm. Oh, jammer. Zo, zie ik er goed uit? Daar gaan we weer. Geniet ervan, mensen. Yes, go, yes, go, yes, go, yes, go.
kiepster, zijn we er klaar voor? Ja, wat moet ik zeggen? Dan gaan we gewoon beginnen. Oké, okay, let's go! Bijna, kan ook bijna. Tuin, man, nu moet ik hoor. Oh, oh, oh. Ja! Ja goed, ik kan nou niet direct zeggen dat er verbetering in zit. Maar dit was warmlopen voor deze week. Deze heren waren ook gewoon te sterk voor me. Volgende week is er weer een warmlopen. En dan ben ik de gast bij Ringpaas in Delft. Ook wel de club van de vrijgezellen genoemd. Hoe zit het met de vrijgezellen hier op de club? Wij zijn allemaal keurig getrouwd. Ik spreek met Roos Drost, de spits van Oranje. Heel belangrijk. Ja, die moeten natuurlijk scoren. En we gaan met een paar oude bekenden een WK-lied schrijven. Hey, Albrecht! Hey, Tegga! Zachtjes, zachtjes, niet te...